Dames en heren, fijn dat jullie er weer zijn bij een video waarin ik moet toegeven dat we een probleem hebben. Niet, niet een standaard probleem, niet je allerdagelijkste ding. Kijk, soms moet je eerlijk toegeven, zeker in deze game, dat je fouten maakt, dat je problemen hebt, wat dan ook. Ik kan met eerlijkheid zeggen, ik ben verslaafd aan icon packs. Dat kunnen zijn icon packs, icon player picks, swaps opties, icon packs met een icon erin die je kunt kopen in de store. Als het realistisch gezien een optie is voor mij, dan zorg ik dat ik het heb. En dat is niet gezond. Ik had gisteren, of eergisteren, het is me net weer het online komt. Trouwens, als deze video een duimpje omhoog krijgen, zou het enorm gewaardeerd worden als deze video. De 750 likes haalt in 24 uur. Dan hebben we de dag erna een nieuwe stream. Dat was de dag, je, je snapt wat ik bedoel. Ik zorg dat we de dag na een stream hebben en de dag daarna een nieuwe video. We zorg dat jullie elke dag gewoon nieuwe content krijgen, want we in ieder geval genoeg te doen hebben. Kijk, ik had gisteren 167k nog. Nu... ...hebben wij nog maar 30.000 coins iets meer over. De reden daarvoor is eigenlijk heel matig. Allereerst wat we ook gedaan hebben. En dat is belangrijk. Want het zorgt voor meer Icon content. Is we hebben weer een nieuwe token verdiend. Je hebt deze rovella. Set objectives, squad battles of rivals. Het is een, voor een 88 rated. Het is een goede verdedigende kaart. Hij had liever medium high gehad. Maar goed, hey, je kan die altijd eens gooien. 4-4 is prima. Tuurlijk, 80 reactions en composures niet ideaal. Maar ze verdedigen is ziek. Ze passing is meer dan goed genoeg. Hij heeft aardige longshots en geweldige stemmen. Het zou een best wel prima kaart kunnen zijn. Ik zeg, kijk, ik ga dit niet doen natuurlijk, hè. We hebben één pot gedaan voor die token. Maar eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, het is niet een soort content dat ik af ga maken. Maar, voor wat de kaart op zijn 88 is, want bijvoorbeeld de 86 die je dan krijgt, is dan weer wel bagger. Maar deze kaart, ik zou je niet tegenhouden om te onlokken. Ik zou het je niet afraden, laat ik het zo zeggen. Dus deze krijgen we erbij. Dan kom ik voor mijzelf op 24 tokens. Dan hebben wij zo meteen nog een, um, een challenge die we kunnen tooien. Uh, Future Stars Challenge 8. En daardoor komen wij op 25 tokens. En genoeg mensen zouden daarmee bijvoorbeeld de, de 85 plus keer 10 keer 2 doen. Of de 84 plus keer 20. En de 87 plus player pick. Maar wij zijn iets anders in dat opzicht. Wij gaan hier nog de Future Star Chains 8 doen. Als je denkt, Mark, je levert die gigantische overkill in. Ik geloof mijn mensen. Ik kan lezen. Ik zie minimaal 65 rating. Maar ik lieg niet als ik zeg: dat kan mijn club niet. Ik moet 25 cam halen. En ik heb niet de kaart in mijn club van een lage rating om dit te bewerkstelligen. Het gaat niet. Ik wil het wel. Maar het is simpelweg geen optie. Nou, ik zou graag zeggen dat dit een beetje het einde van ons probleem is. Maar het wordt alleen maar erger. Kijk, wat we ook nog hebben, wat we nog af moeten ronden. Nou, hoeven we niet. Kunnen we doen. Is als ik de coins zou hebben, zou ik deze wel doen voor de gein. X aantal keer de 82 plus player pick. Is leuk. Maar het is niet voor mij. 84 plus keer 5 is wat duurder dan tijdens Team of the jaar. Wat enigszins logisch is natuurlijk. Want ten eerste, mensen doen het toch wel. En ten tweede, het is heel makkelijk om aan te komen tegenwoordig. Dus gooien ze de prijs wat hoger. Een 84 team met 285 of hoger en een inform. Uh, en we hebben hiervoor, als we nog even kijken, nog 21 uur. Ik weet niet of we dit zullen kunnen doen. Maar we gaan het in ieder geval proberen. Dan de, nou ja, de drie squads die we allemaal hebben. Allereerst de 88. Hierin leveren wij in een uh, player pick. Naam van player pick Donnarumma. Lewandowski, Marquez en de rest. En dan wordt het net aan een 88 squad. Geloof me als ik zeg. Dit kostte erg veel moeite om te doen. Want wat ik zei. Ik meen het. Als ik het merendeel had moeten kopen. Dan hadden we dit niet kunnen doen. Dan waren we niet op het punt geweest dat we dit konden kiezen. Dus hier leveren wij in Inform Hoiberg. Uh, ik weet dat het overkill is. Want je hoeft maar één in voor. Maar ik had verder niet echt 84. Dus <laughs> ja, dat is echt de reden. En de 5-player pick brand. Want ik moest de 85 hebben. En ik wilde niet Red Pick, Martinelli en Gabriel inleveren. Dus dan leveren we die squad ook in. De 86 squad hebben wij net iets meer dan de helft van gekocht. Daar kochten wij namelijk zes kaarten voor. Als ik het goed heb neergezet, uh, dan moet ik ze nog wel even inzetten. Natuurlijk, ik heb ze wel gekocht. Als wij zo doen: nieuwest. En dan inderdaad, Diogo Costa. Insigne, Mellier, uh, Fabinho en Rudiger. Die waren allemaal ongeveer dezelfde price range. Natuurlijk de Insigne dan iets verkoper. Die was 4.9, 4.8. Ik ging er vanuit 4.9, maar als je zo kijkt. Allemaal om een nabijde 25 en de 88 was dan 33. Dus het is wat het is, dit leven we in. En dan krijgen wij, en ik ben, een deel van mij is doodsbang hiervoor. Want ik, je kent mij, je ziet het elke week. Ik ga hem sowieso proberen. Misschien in die first owner fiesta zooi. Misschien in playoffs. Maar we gaan de kaart die wij nu packen. Een kans geven. Tenzij het een centerback is. Want ik weiger mijn centrale duo aan te passen. Mijn verdediging is zeg maar het enige wat mij nog een beetje metaal stabiel houdt. Tijdens het spelen van deze game. Nou, we kunnen nog wat kaarten terugkrijgen. We hebben nog een paar 80 plus packs. Uh, en nog rivals geclaimd. Dus ik koos voor de optie waarbij ik een 100k pack krijg. Een 45k pack. En 30k. Want dat zorgt ervoor dat ik de coins had. Om de spelers te kopen voor de 86 squad. Dus een 100k pack hieruit krijgen wij, Argentijns. Maakt me niet uit. Waarschijnlijk die Maria. Nee, Messi. <laughs> dat, is, dat is leuk. Uh, ja. Hoe vaak heb je het? Dat je skipt Argentijn, want je verwacht die Maria. En dan krijg je Messi. Het, het ding is, zo ordinair als het klinkt. Good fodder. Like, hij, hij is goede fodder. Maar dat is hij. Dat is leuk. Dat is wel even leuk om te pakken. Daar, uh, daar ben ik tevreden mee. Kan ik zeker... Uh, Kijk, ik heb er niks aan... Kwa op gameplay vlak. Maar. Uh, voor de realiteit is het gewoon. Het is een leuke fodder. En daar ben ik zeker dankbaar voor. Dus hier nog 80 plus. Uh, als het niks is. Gaan we natuurlijk gewoon een beetje snel doorheen. Want in principe. Verwacht ik veel dupes. Zeg maar. Zeker 80 plus. een gigantische pool van spelers natuurlijk. Maar je moet dit soort packs natuurlijk. Altijd een kans geven. Premium gold players. Vroeger waren dit nog wel eens goede packs. Als in. Wanneer team het team of season en zo is. Dan doe je dit soort dingen. Of team of the year. Maar eerlijk. Twee Kunnen we doen. Want hoe meer van dat soort kaarten. Hoe sneller wij de 84 plus keer 5 kunnen doen. En dan pakken we die ook gewoon nog mee natuurlijk. Geen borden hieruit. Maar. In het kader van. Ik ben zelf ook stiekem wel een klein beetje benieuwd. Wat we gaan krijgen. Uh, nou ja. Laat nou, ik nog 45 k ik even meepakken. Gewoon voor het idee. Anders blijft die er ook maar hangen. Uh, geen borden was het, geloof ik. Dus ik het lichter nog niet aangaan. Zo. So, die is bagger. Het voordeel is nu wel. Als we een lager rated squad nodig hebben. Voor de daily challenge. Dan kan ik het nu sneller doen dan eerst. Uh, maar. We gaan nu wel. 89 plus. Prime of WK? Ik ben bang voor Veron of Nesta. Het is een Prime. Frans. Spitz. Henri! Oké. Okay. Oké. Okay. Dat is cool. Dat is uh, cool. You know, like it. Kijk. Kijk, misschien voor jou. Voor, weet je, voor, voor de gemiddelde. van de Jan-alleman achter het scherm. Weet je, kleine Vincent die nog zijn wiskunijzer moet maken. Is dit een kaart die je misschien niet hoeft? Want, you know, ze hebben hem compleet genived met balance. En um, zijn passing is niet zo goed als het zou moeten zijn. Maar dit is de grootst mogelijke legende van de club die ik support. Dit is mijn. Dit is, hij is in mijn ogen de beste Premier League speler ooit. Dat allereerst. En ten tweede is het gewoon überhaupt mijn favoriete voetballer ooit. Voor mij, kijk, ik, ik zeg niet dat hij de objectieve beste ooit is. Maar ik keek hem liever dan ik Ronaldo en Messi heb zien spelen, weet je wel? Dus, ja. De, ik zei gisteren, of nou ja, ik zei in mijn afvallige video, mission Mark nummer 69. zei ik dat er waarschijnlijk geen spits is die ervoor kan zorgen dat ik. Um, dat ik, hoe heet dat nou? Dat ik een bappé uit de spits haal. Er is geen speler. Er is een speler die dat kan. Uh, dus we gaan dit heel snel regelen. Wat we gaan doen is, we gaan dit zo omgooien. Dit lijkt een beetje onhandig, maar geloof me, dit werkt. Want zoals ik al zei toen ik hem lokte, hij kan. LW starten. Hij kan weer RW worden. Aangezien Hakimi er toch geen voordeel bij had, is als we dit dan op Braziliaan zetten en deze guy erin gooien. ah oh, hij verliest. Oh, wacht, sorry. Dat kunnen we fixen. Dat kunnen we fixen. Ik kan zeggen. Waarom zitten we niet op 30? Maar dat probleem kunnen wij oplossen door uh, het volgende te doen. Hoppakee. Dan hoor je de, nee, Jullie horen hem niet. Dat kleine pingetje. En dan zitten we dus op 30 die Ziet er ook iets beter uit. Nou, Henri is. Ik weet niet hoe duur is die. Als men, wanneer mensen hem kopen. De, pri de prijs heb je maar dat is één ding. Laten we het houden op 1.4 mil. Laten we het houden op 1.4 mil. Weet je wat. Dat is zeer zeer acceptabel. Nou over de camstaal voor hem. Ik denk. Marksman. Ik denk dat het geen is. Ik raad het ook aan. Dat is op zich wel een begrijpelijke. Want als je dan kijkt naar zijn stats nu. Plus 4 reactions. Plus 8 dribbling. Uh, schotkracht wat omhoog. Kracht wat omhoog, springen wat omhoog. Ik bedoel, I'll take it. Kijk, ja, hij is mijn, mijn goat in dat opzicht. Nee, natuurlijk niet overal voetbal, like. ik haat die discussie, maar hij krijgt nummer 14 natuurlijk. Ik, ik weet dat we kruif hebben, mensen, maar hij is mijn nummer 14. En weet je wat? Dan kunnen we toch een soort mens stellen. Dat in ieder geval de 89 plus Prime of WK voor mij een gigantische dub is. Ni niet zo duur als, als wat pakt. Weet je, in dat opzicht, qua Aikens en heroes, zit ik niet eens in de buurt van zijn luck. Maar, ik ben zeer, zeer, zeer tevreden. Ik bedoel, we hebben veel mensen hun goat gepakt in de vorm van Messi. We hebben Thierry Henry gepakt. Nou, eerlijk dan, dan maak je mij al een gelukkig mens. Vooral blij dat het niet... <laughs> zijn, nee, kijk, dat kon ook niet. Maar ik bedoel dat ik niet zijn base of zijn mid packte, Want ik packte zijn base twee jaar geleden. En eerlijk is eerlijk, die hoef ik gewoon niet. Weet je, dat is een leuke kaart voor de eerste twee weken. En daarna word je erg snel ongelukkig van die kaart. Maar nu, uh, ja, nu, nu is het toch iets aangenamer. Laten we het zo zeggen. Het is erg mooi. Ik dacht eerst dat we Tress de Gag gingen krijgen. Dat ging even door mijn hoofd dat het een optie was. Maar uh, gelukkig, gelukkig niet. Dan nou, heb ik nog een paar van deze. En eerlijk, waarschijnlijk open ik ze gewoon zo meteen. Want ik verwacht daar precies niks uit. Maar dat team is, uh, is positief veranderd. Ja, het is, uh, het is goed. Kijk, Bill blijft natuurlijk wel een wissel. Want ik ben groot, groot fan van wat Gareth Bill brengt als, als speler in de game. Ik denk dan voor Suker, want Suker, het is een leuke kaart. Net als Vela. Vela is een leuke wissel, maar hij is de link als je hem in de basis zou willen zetten. Uh, dus het is gewoon niet een kaart voor de meeste mensen. Maar dat is hem denk ik voor nu. Uh, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Uh, ik heb een hele fijne Prime Icon erbij. Gaat die goed zijn in-game? God mag het weten, maar het is mijn Goat. En dat is het belangrijkste. En ik zie jullie ja, misschien morgen weer of overmorgen. God mag het weten. Joe,